Waar blijft het nou? In de rivierenbuurt keken veel bewoners al een hele tijd uit naar post die niet kwam. Hey, heeft u het afgelopen jaar post gemist? Ja, meerdere keren, zelfs maandenlang. Eigenlijk is het al een beetje zo'n jaar aan de gang dat wij post niet krijgen of veel te laat krijgen. En dat klagen erover eigenlijk niks helpt. En daar heb ik dan bij PostNL klachten over ingediend en je wordt dan gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Er zijn belangrijke dingen bij, van de gemeentelijke instanties en medische dingen, zelfs belasting. Ook post van mijn zoontje, die ik miste. Dus, ja. Een week later, soms al een paar weken later, maar we zijn ook gewoon dingen kwijt. Inmiddels is het raadsel opgelost. Een postbezorger van PostNL hield ongeveer een jaar lang veel stukken achter bij hem thuis. De rivierenbuurt heeft daarom nu een andere postbezorger en de gevonden stukken worden nabezorgd. Ja, dat zou fijn zijn. Er zit ook een kaart bij die we heel graag willen hebben van onze kleinkinderen die voor het eerst zelf een kaart hebben gemaakt en geschreven en getekend. Dat is de allereerste kaart die ze ooit gestuurd hebben en die hebben we dan niet gekregen. En dat vinden we toch altijd heel erg jammer. Maar ik ben blij dat er nu een nieuwe postbode is die lekker op tijd de post bezorgt. Die doet zijn werk wel goed? Die doet zijn werk zeker goed.